Er wordt zand gereden, er worden wegen aangelegd. Het hele terrein gaat ingericht worden in de komende periode. Dat is het eerste wat gaat gebeuren. Er worden ook tijdelijke voorzieningen aangelegd, parkeerplaatsen. Maar we gaan ook voor de Floriade al een aantal paviljoens bouwen. We gaan een aantal showcase woningen bouwen. En die worden na de Floriade ook weer gebruikt als met name huurwoningen. Wanneer gaan we nou echt concreet de eerste bouwwerken zien? De echte huizen die later bewoond gaan worden? Huizen. Nou, dat zal nog even duren omdat het eerste terrein klaargemaakt moet worden. Dus dat zal over, nou, ik schat in 1,5 jaar zijn. Medio 2020 pas? Ja. Ja. En 2019 is dus vooral die grondwerkzaamheden uittekenen tussen al dat groen is in wat daar staat en natuurlijk onderdeel is van de Floriade? Ja, dat klopt. Dus eerst de civiele werkzaamheden. Ja. Maakt het wat extra complex dat u eigenlijk tussen de bomen en het groen en het hele arboretum in moet bouwen? Want ja, u kunt niet zomaar even een hele vlakte ineens gaan platgooien. Nee, maar dat is ook nou zo mooi. En dat past ook heel erg bij deze tijd. Dat we ook gebruik maken van wat er is. En dat we daarbij kunnen aansluiten. En dat is niet per se extra complex. Het is wel een uitdaging, maar daarom hebben we ook hele goede partijen om ons heen verzameld om dat samen met ons te doen. Ja. Is dit een project met risico's en waar zitten die voor u? Nou, projectontwikkeling draagt altijd risico's in zich. Nou, wat is het grootste risico? De tijd. 3 winters zitten erbij in. Moeten niet te streng worden. Nou, dat ook daar kunnen we van allerlei kanten mee op. Dus dat is iets wat we goed met elkaar moeten managen. Maar dat is ons vak, dus daar heb ik alle vertrouwen in. Wethouder Loes Ypma, ja, het contract is getekend voor de Floriade-ontwikkeling door Amvest en Dura Vermeer. Kunt u nu achterover gaan leunen of begint het werk voor de gemeente nu echt? Nee, dit is een hele belangrijke mijlpaal en het werk begint nu pas echt. We kunnen nu echt beginnen en ik ben hier ontzettend blij mee. Dit is goed voor Almere, want we hebben een krachtige motor betrokken voor het ontwikkelen van dit prachtige terrein. En ik ben daar echt heel erg blij mee. Er zijn risico's, met name de tijd. Hè? 3 winters, er moet veel gebeuren, er moet veel gebouwd worden. Heeft u marge? Ja, volgens mij hebben we daar een goede planning voor gemaakt. En zorgen we dat we ruim voordat de wereldtentoonstelling begint klaar zijn. Maar wat is dan uw definitie van ruim van op tijd? Nou, als je het vergelijkt met andere Floriades, dan zitten we nog netjes binnen de marges. En natuurlijk is dit een hele belangrijke, spannende uitdaging. Want we gaan een innovatieve, prachtige wijk bouwen met elkaar. Nou, kijk, dat kunnen we niet alleen als gemeente. En daar hebben we nu partners bij aan boord gehaald die dat echt kunnen. En daar mogen we echt trots op zijn. Daarmee tonen we lef als Almere. En daarmee kunnen we nu ook echt aan de slag. Het is nog puzzelen hoe u de extra woningen die u voorstelt, ruim 1000 extra woningen in het project gaat verwerken. Daar moet Amvest ook rekening mee houden. Wat voor invloed heeft dat op het totaalplaatje, letterlijk? Nee, wat we gaan doen is 660 woningen bouwen, waarvan ongeveer de helft voor het evenement, dus voor 2022 en de andere helft ongeveer daarna. En daarna gaan we pas kijken naar uitbreiding van dit gebied. Daar beginnen we echt nu pas aan. De gemeenteraad heeft mij opdracht gegeven om te onderzoeken wat er hier nog meer mogelijk zou zijn. Dat ga ik nu onderzoeken, dus daar is het echt nog veel te vroeg voor. Die tijdsdruk ligt niet in de komende 3 jaar, die komt daarna, maar dan is er ook minder tijdsdruk. Zo is het.